team van robots dat het wint van de menselijke wereldkampioen voetbal. Als het aan de organisatie van de RoboCup ligt, gebeurt dit in het jaar 2050. Met die gedachte vindt ieder jaar het wereldkampioenschap robotvoetbal plaats. En dit jaar mag Nederland voor het eerste toernooi organiseren. Voor het team van de TU Eindhoven een uitgelezen kans om in eigen land de titel te verdedigen. Nadat ze vorig jaar in Mexico wereldkampioen werden. Ja, dit is dus de wereldkampioen robotvoetbal, de huidige wereldkampioen. En de belangrijkste sensor is hier de camera bovenin. Die kijkt via een bolle spiegel naar het veld. En in dat plaatje kun je dus 360 graden beeld hebben. En in dat beeld gaan we op zoek naar bijvoorbeeld de kleur van de bal of de kleur van tegenstanders. En aan de kleuren herkennen we wat zich waar bevindt. Om dit jaar de titel opnieuw binnen te slepen, is het team uit Eindhoven druk bezig geweest met het vernieuwen van de speelstrategie. We hebben allerlei dingetjes ontwikkeld om het overspelen te verbeteren. We gaan bijvoorbeeld kaatsen met de zijkant van de robot. Het mechanisme waarmee we de bal aannemen hebben we ook verbeterd. En de strategie natuurlijk van het paas hebben we verbeterd. Dus we gaan echt tikjes terugmaken, 1-2'tjes. Zo willen we toch de fysiek sterkere tegenstanders ook te snel af zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, werd de robot dit jaar uitgerust met nieuwe hardware. Zoals een Kinect-camera. Het is nog niet heel makkelijk om echt diepte te zien met zo'n camera. Daar gebruiken we deze camera voor. Dat is een Kinect. Dat is echt een dieptecamera. En met die camera kunnen we bijvoorbeeld stuiterende ballen beter waarnemen. Beter dan met deze sensor. Als je dan verder omlaag gaat, dan zie je hier de computer zitten in het midden. Op de computer zitten twee wifi-antennes. Dat is de manier waarop de robots met elkaar communiceren via een wifi-netwerk. En iedere robot heeft dus ook zijn eigen computer aan boord. Dus het is niet dat er een centrale computer is die alle robots aanstuurt. Ze maken echt eigen beslissingen. En als we dan weer teruggaan naar de voorkant, dan zie je hier iets waar we het afgelopen jaar veel tijd aan besteed hebben. Dit is het mechanisme waarmee we de bal aannemen en waarmee we de bal ook met de robot mee laten rollen. Dat hebben we helemaal opnieuw ontworpen, zodat we beter gewoon ballen aan kunnen nemen. Dus ook weer voor het overspelen hebben we dat gedaan. Ja. Dus hoe dit werkt is dat we continu meten wat de positie van die armpjes is. Als de bal net te ver voor de robot ligt, dan laten we deze wieltjes sneller draaien. En als die te dichtbij is, dan laten we de wieltjes weer iets langzamer draaien. En zo kunnen we de bal op een natuurlijke manier met de robot mee laten bewegen. Want je mag hem natuurlijk niet afklemmen. Wij ontwikkelen en de software helemaal zelf, maar we ontwikkelen ook de robot zelf helemaal zelf. Dus je hebt de maximale afmetingen van 80 centimeter dat een robot hoog mag zijn en je hebt een maximaal gewicht. En daarbinnen ben je helemaal vrij om een robot te ontwikkelen in onze competitie. Je programmeert ook gewoon een soort spelstrategie en een taakverdeling tussen de robots. Dus dat is zeker belangrijk. En de robots die werken ook met elkaar samen. Dus ze hebben een eigen wifi-netwerk waarover ze dingetjes afspreken. Dus als een aanvaller toevallig voor onze goal uitkomt, dan gaat hij ook van rol wisselen met de verdediger. Naast dit team van de TU Eindhoven doet er nog een team mee van diezelfde universiteit. Ook deze studenten hebben hun robot compleet zelf gebouwd. Van de mechanica tot aan de elektronica en de software. Het verschil is wel dat ze in een andere divisie meedoen. Ja, de competitie waar wij dus specifiek aan meedoen gaat om het aantal doelpunten. Ze spelen 1-1 omdat die robots zo groot zijn en alle teams maar één robot hebben. En er wordt één robot in het midden van het veld gezet. En dan wordt de bal achter hem geplaatst. Dan moet hij dus naar de bal lopen. De bal over de middenlijn schieten. En pas als de bal over de middenlijn is, mag hij op goal schieten. En in de goal staat dan een andere robot die de bal tegen moet houden. En dat wisselt dan om en dan is het allebei 5 keer. En wie het meest heeft gescoord, heeft gewonnen. In tegenstelling tot het andere team uit Eindhoven zit de vernieuwing van hun robot dit jaar vooral in de software. Met als doel de robot sneller te laten lopen. En dat hebben we aan de ene kant gedaan door de loopbewegingen beter af te stellen en beter, snellere loopbewegingen te genereren. En aan de andere kant hebben we de controle van de robot verbeterd. Dus we hebben een veel beter model geschat en de regelaars beter ingetuned. Daarnaast hebben we ook heel hard gewerkt aan localisatie van de robot op het veld. Dus voorheen berekende de robot
aan de hand van de voet, van de stapgrootte van het lopen, waar die is op het veld. Maar dat loopt natuurlijk weg, dat gaat driften, dat soort schattingen. Dus nu kijkt de robot naar de lijnen op het veld. Hij ziet kruisingen van lijnen en aan de hand daarvan kan hij berekenen waar die op het veld is. Dus dit is Tulip, dat is een lopende robot van 1,35 meter hoog, 25 kilo. Als we hierboven beginnen, dit zijn twee camera's waarmee hij dus de bal kan vinden. Omdat er twee zijn, kan hij dus ook diepte zien. En ze hebben twee processorbordjes aan de achterkant waar alle vision data op verwerkt wordt. En dan wordt de positie van de bal dus doorgestuurd naar de torso. In de torso zit een computer, die draait Linux. En allemaal zelfgeschreven software draait daarop, die dus aan de hand van de balpositie en de positie van de robot op het veld een bepaalde trajectorie gaat berekenen over het veld, hoe die moet gaan lopen. Dan vanuit de computer worden de signalen gestuurd naar data-acquisitiebordjes en dan naar versterkers. En die versterkers zitten aangesloten op de motoren, dit zijn er bijvoorbeeld twee. En in totaal zitten er 12 motoren op, in elke gewricht zitten er een aantal, in zijn heup zitten er 3. Dat is een soort van kogelgewricht, net als een mens heeft. In zijn knie zit er 1 en in zijn enkel zit er dus 2. Dan kan hij in 2 richtingen bewegen. De keuze voor voetbal als testcase voor robotica is vanuit de organisatie gezien een logische keuze. Het is een sport die een groot publiek aanspreekt, waardoor het makkelijk is om aandacht te krijgen voor robotica-onderzoek. Toch is dat volgens de deelnemers niet de enige reden. Aan de andere kant is er ook gekozen voor voetbal, omdat het eigenlijk alle facetten van robotica in zich heeft. Dus je hebt vision nodig, je hebt localisatie nodig, je hebt technieken nodig om de armen of benen te bewegen. Ja, eigenlijk alles wat je maar kan bedenken, wat een robot ook in een huishouden of in een ongedefinieerde omgeving moet doen, moet op een voetbalveld ook. Of een robotploeg er in 2050 echt in slaagt om de menselijke wereldkampioen voetbal te verslaan, valt nog maar te bezien. Het team uit Eindhoven heeft goede hoop, maar houdt wel een slag om de arm. Als je ziet hoe snel de ontwikkeling hier gaat, dan valt het gewoon echt op dat 5 jaar geleden eigenlijk nog geen één robot van deze hoogte waarin wij spelen kon lopen. En dat gaat nu al vrij goed. En ook als je kijkt naar de ontwikkeling bijvoorbeeld op het gebied van computerhardware. Dus 20 jaar geleden hadden we nog niet zo hele krachtige computers. En tegenwoordig heb je al dezelfde rekenkracht in je mobiele telefoon zitten. Dus als je dat doortrekt naar over 50 jaar, dan verwacht ik daar heel veel van. En ook daardoor ontwikkelt zich de kunstmatige intelligentie ook heel snel. Aan de andere kant, ja, het is zo'n lange periode, er kan van alles gebeuren. In de jaren 50 dachten ze ook dat we rond deze tijd vliegende auto's zouden hebben. Die zijn er ook nooit gekomen, dus je weet het ook niet.